Nou, ik heb hier naast me staan twee mensen. De directeur en de grote baas van Stichting Opkikker. En een van de ambassadeurs van Stichting Opkikker, onze Jason van Helewoud. Nou, we gaan eerst naar de grote man van Stichting Opkikker. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Nou, zo groot ben ik niet hoor. In de echte grote ster, in de grote man van vanavond is het mij betreft Jason niet. Hij is één kopje groter dan mij. Eén kopje groter, maar... En een iets kleiner ego is dat Jason heeft, dat wel. Kijk, ja, Jason die vertelde mij dat jij hier vanavond aanwezig zou zijn. En hij zegt van nou, de grote ambassadeur is echt die van, echt de grote baas van Stichting Opkikker. Die moet je eens eventjes interviewen. Die kan vast meer vertellen over Stichting Opkikker. Jazeker, dat ken ik. Nou, wij zijn een stichting die leuke dagen organiseert voor gezinnen waarvan een van de kinderen langdurig ziek is. En dat doen we voor een kleine 2000 gezinnen per jaar. En als de kinderen inmiddels weg geweest zijn, dan worden ze ook ambassadeur van de stichting. En dan betekent dat ze elk jaar ook een keer terug mogen komen op een leuke dag. En we hopen dat ze door het ambassadeurschap ook een stuk steun vinden bij elkaar. En de kinderen die ondernemen allerlei acties voor ons. En daar is deze man hier een heel goed voorbeeld van, want ik meen het niet, de derde benefietpool zit. In september komt een Oktoberfest-editie. Zo, dus nog één. Dus, twee keer per jaar nu. Het is een goede ambassadeur die we hebben, absoluut. Ja, dat kan ik wel zeggen. Kijk, u bent hier vanavond als eigenlijk de grote man van Stichting Opkikker. De grote ambassadeur van deze avond. Hij staat hier ook, Jason. Kijk, een mannetje van 16 jaar. En hij zet zo'n avond weg. Wat vind je er zelf van? Respect, diep respect en geweldig, want door dit soort avonden en de opbrengst die daarmee gepaard gaat, maakt hij ook weer allemaal mooie dagen mogelijk voor lotgenootjes, dus voor andere kinderen. En in die zin is het natuurlijk ook een hele grote steun, ook voor leeftijdsgenootjes. Wat vind jij er verder zelf van, Jason? Ik vind het gaaf om het te doen voor de derde keer. Toen we het voor de eerste keer deden, had ik eigenlijk nooit verwacht dat ik nog eentje zou doen. Ja, nou doen we er twee keer per jaar eentje, dus dat vind ik heel gaaf natuurlijk. Je staat hier nog een klein beetje zenuwachtig, is niet, Jason? En Het is wel dat je wel echt gestrest wordt, maar ik heb van de evenementen die ik heb georganiseerd, heb ik nog nooit zoveel stress gehad. Hoe komt dat? Nou, artiesten die dan weer andere tijden willen hebben, dit en dat, dan weer die een dag van tevoren weer afbellen. Ja, je blijft het houden, dat is altijd, maar het is zoveel stress. Ja, het is heel stressvol. Maar ja, de allereerste keer dat ik kwam, toen had je zelfs nog een eigen single gemaakt. Maar tegenwoordig dat ook. Dat is een beetje daardoor ook een beetje gekomen, want iedereen heeft je toen op het podium gehaald. Ja, dat is een beetje daardoor gekomen eigenlijk. Ja, dus hij is niet alleen een organisator van concerten, maar meneer maakt tegenwoordig ook cd's. Hè? Ja, en in juli komt de derde single alweer uit. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Hoe lang kennen wij elkaar al, Jason? Volgens mij ook al 1,5 tot 2 jaar, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Kijk, hij is al een aantal keren bij mij in de studio geweest en hij kwam toen een keer bij mij in de studio en hij zegt, Marcel zegt, ik heb bij jou eens een vraag. Ik zeg, nou, wat dan Jason? Hij zegt van nou, ik organiseer 6 april een benefiet voor Stichting Opkikker in Prinsenbeek bij Feestcafézaal Den Henk. Ik zeg, ja. Nou, toen kwam zijn vraag. Hij zegt, Marcel, is het mogelijk, zegt hij, dat die avond live op de radio uitgezonden kan worden bij jullie? Ik zeg, nou Jason, ik zeg, die mogelijkheid is er. Ik zeg, en ik ga daar mijn best voor doen dat die avond live op de radio wordt uitgezonden. Nou, en wij zijn hier vanavond live aanwezig met Omroep Drimmelen. En het is ook live te horen op de zender bij Omroep Drimmelen. Dus de mensen thuis, die kunnen gezellig meegenieten op deze avond van de benefiet van Stichting Opkikker. Ja, ik vind het geweldig. En mochten ze zich vervelen, dan zijn ze hier volgens mij nog van harte welkom vanavond. Ja, ze zijn van harte welkom. Harte welkom. De Café Den Henk en in het mooie Prinsenbeek, daar kom ik vaker. Ik als verstokte westeling kom altijd 1 keer per jaar deze kant op om de carnavalsoptocht te bewonderen. En dus Prinsenbeek is voor mij een plek waar ik graag kom. En waar volgens mij alleen maar aardige mensen wonen, absoluut. Ja, er wonen alleen maar aardige mensen. Ja. Mijn laatste vraag aan jullie... Voor Stichting Opkikker, ja, Jason, de grote ambassadeur, mannetje van 16. Kijk, ik zou het zelf niet kunnen hoor. Kijk, ik ben 36, maar zo'n mannetje van 36, of van 16, die zo'n avond wegzet. Nou, mijn petje af, Jason. Echt, klasse jongen. Ik heb dit petje niet bij me, maar voor zover het kan, jongen, voor mij hetzelfde. Mag ik jullie in ieder geval bedanken voor je tijd. Zelf de grote baas van Stichting Opkikker, hij is hier vanavond aanwezig.
ik bedank u voor uw tijd. Jason, jij komt straks nog een keer bij mij aan het woord. En we gaan er met z'n allen een hele gezellige avond van maken. Tot aan de klok van 1 uur live op de zender bij Omroep Drimmelen. Goed. Geweldig. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en we gaan verder met het volgende interview. Hij heeft net gezongen en hij staat hier naast me. Damien, een hele goede avond. Goeie avond. Hoe is het? Goed. Hoe oud ben jij? Of kan beter zeggen, hoe jong? 10. 10 jaar en al zo'n stem? Nou, je hebt het publiek meegekregen. Je was net wel eventjes van slag af, denk ik, of niet? Toen die mooie jonge dame naast je kwam staan op het podium. Nou, niet echt. Nou, volgens mij was je eventjes een klein stukje tekst kwijt, of niet? Nee, ik was niet de tekst kwijt. Toen moest je gewoon keihard lachen. Ja, want je schrok wel even. Ja, wat krijg ik nou in één keer op het podium? Had je dat nog nooit meegemaakt, of wel? Ja, vaak genoeg. Maar het was wel even spannend, of niet, dat ze eventjes naast je kwam staan op het podium? Nee, het is vaker gebeurd, dus. Ja, want ik stond net even met je vader te praten en ik zei tegen je vader van, nou, volgens mij slaapt hij vannacht niet, hoor, dat hij in één keer zo'n mooie vrouw naast hem heeft staan. Ja, ik heb nog wel mooier gezien. Nog mooier? Was dat Miss Barbie of zo? Ja. Damien, hoe lang zing je eigenlijk al? Eigenlijk heel mijn leven. Alleen ik treed pas op van mijn 7 of 8ste of zo. Dus je zingt al een aantal jaartjes en je hebt er ook heel veel plezier in volgens mij, of niet? Ja. Heb je al, hoeveel eigen singles heb je eigenlijk al? 2. Ja, eigen singles, hoe heet het? Covers, 2 covers. 1 met mijn vader en 1 van mij. Nou, we halen je vader er eventjes bij. Komt er even bij, vader. Komt er eventjes bij. Dat jij hem eventjes mentaal en ook fysiek ondersteunt. Hoe vind jij het als vader zijnde dat jouw zoontje op zo'n leeftijd al zo'n stem heeft en zo kan zingen? Ja, super trots. Super trots. Ja. Kijk, want ik stond net naast je en ik zag jou ook echt genieten van je zoontje. Ja, ik blijf ervan genieten. Ja, en... Heel leuk, dus... Ik heb echt... Damien, een mannetje van 10 jaar en al zo'n stem... Je kreeg het publiek mee, je vader die stond met een glimlach op zijn gezicht en jij ook op het podium. Ja. Wat vond jij ervan, vader? Ook super, denk ik, hè? Ja, ik vond het super, ja. En zeker die jonge dames, hè? Ik zeg al, stuur ze maar door naar mij, maar... Dat deden ze niet. Ze wilden net ook heel graag met jou op de foto, of niet? Ja, ik denk ook wel met Jason. Ja, Jason, hij is de ambassadeur van deze avond van Stichting Opkikker. Hoe is het voor jou om hier te staan vanavond? Ja, leuk. Is het een hele nieuwe ervaring voor jou dat jij op zo'n benefiet voor wat Jason organiseert? Nee, ik heb al vaak op benefiet gestaan. Dus je hebt er al aardige ervaring mee. Hoe is het voor jou, vader, om op deze avond hier bij jou bezig te zijn op de stichting van de Stichting Opkikker? Ja, leuk. Ja, daar werk wel altijd mee, hè, Damien? Ja. Ook grote vrienden geworden met Jason? Ja. Via Facebook en die dingen. Ja, want hij krijgt het als mannetje van 16 jaar, krijgt hij het wel voor elkaar. Ja. Zou jij ook iets in de toekomst ook zoiets willen organiseren? Ja. Zou je dat echt willen? Ja. Nou, misschien kan je het samen met Jason gaan doen. Dat zou wel een heel leuk idee zijn. En misschien met de behulp van je vader, dan komt dat helemaal goed. Ja, dat komt helemaal goed. Damien, mag ik jou bedanken voor jouw tijd en ik ga jou nog heel veel succes wensen met jouw zangcarrière. En ik wens jou verder nog een hele fijne avond en heel veel succes in de toekomst met jouw zangcarrière. Ja. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Ja, en we gaan beginnen. We hebben hem hier eindelijk eens een keer voor de microfoon staan. Marco Kanters, oorspronkelijk woonaar. Hij heeft gewoond in Moerdijk. Maar woont al sinds een aantal jaren in mooie Roosendaal. Ja, klopt, al een jaar of 15 alweer. Ja. Gelukkig getrouwd of niet? Nee, wel gelukkig samenwonen, maar niet getrouwd. Marco, je zit al 20 jaar in het vak, is niet? 21 alweer. Ja. Wat was jouw eerste single ook alweer? De nacht is lang, niet lang genoeg. En toen is het voor jou allemaal begonnen. Welke singles volgden er daarop? Daarna kwam Papi loopt toch niet zo snel, Mijn mooie Magdalena, De Malle Molen, In de hemel is een feestje, My Little Lady, daar sta je dan, boom boom boom.
Als je zegt dat je gaat, ja, er zijn er zoveel, ik kan ze allemaal, ik ben ze al vergeten. Ik heb er volgens mij een stuk of 60 gemaakt. En Boom Boom Boom, dat was samen met Nelis Leeman, is niet? Destijds was nog DJ Nelis, want toen had hij nog nooit voor de microfoon gestaan. Ja, klopt, hebben we het samen gedaan. Kijk, 21 jaar al in het artiestenvak. Wat vind jij nou vanavond om hier op het benefiet te staan van Stichting Opkikker? Allemaal door die man daar, door Jason georganiseerd. Ja, ik vind dat leuk. Jason weet ook wel, ik doe eigenlijk, ik ben ambassadeur van de Truckersrun. En dat doe ik ieder jaar, dat doe ik al, ook al bijna 20 jaar. En verder doe ik eigenlijk heel weinig. Rodeo, goede doelen altijd, maar ja, tegen zo'n manneke kan er geen nee zeggen. Dus ja, dan staan we hier vanavond ook. Ik vind het een mooi doel, dus ik doe het met heel veel plezier. Daar ben ik heel blij om te horen. En Jason is ook heel blij dat jij hier bent vanavond. En manneke van 16 jaar, wat zoiets op poten kan zetten. Nou, daar kunnen wij ons petje voor afnemen, Marco. Ja, toch? Toen, als je op deze leeftijd al dit kan organiseren, nou ja, de toekomst ligt nog voor hem. Dus kan alleen maar beter worden, hè? En als je hem daar ziet staan, hij is nog steeds niet van zijn zenuwen af, hoor. Nee? Nog steeds niet. Daar ben ik na 21 jaar ook nog steeds niet. Dus een beetje gezonde spanningen is altijd goed. Marco, wat kunnen wij vanavond hier van jou verwachten in een half uur? Ik ga mijn best doen. We gaan maar kijken wat er weer uitkomt. Ik weet het nooit niet. Ik maak eigenlijk heel weinig, nooit geen lijstje. En op het moment dat ik ga zingen, dan zie ik wel wat er wat komt. Ik pas me eigenlijk een beetje aan het publiek en aan de verzoekjes. En zo zingen we een half uur vol. Dan heb ik voor jou één verzoekje. Ik wil toch wel heel graag My Little Lady horen. Nou, vooruit, die doen we. En daar sta je dan. Ja, dat doen we ook. Speciaal voor Jason. Marco, ik wens jou heel veel plezier vanavond. En verder heel veel succes nog in jouw muzikale zangcarrière. En wij gaan elkaar vast ook een keer zien in de studio bij Omroep Drimmelen. Komt goed. Marco, bedankt en heel veel succes. Dankjewel, hè.